Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag uitleggen wat de voordelen en ook de nadelen zijn van het vastklikken met je schoenen aan de pedalen. Vind je deze video leuk? Klik op like, abonneer op ons kanaal en plaats eventueel vragen en commentaren onder in de comments. We zien het bijna alle sportieve fietsers doen. Vastklikken met de schoenen aan de pedalen. En waarom doen ze dat nou eigenlijk? Want veel tourfietsers die vinden het maar angstig. Nou, dat is eigenlijk niet zo heel erg moeilijk. Als je een pedaal draait, dan draait zo'n pedaal 360 graden. En wat zien we in de praktijk? Als je niet vastklikt, dan is eigenlijk het enige moment dat je effectief kracht kan aanbrengen op de pedalen, is ongeveer vanaf hier, waarbij het pedaal naar beneden geduwd wordt, tot ongeveer hier, op het moment dat het pedaal beneden is. Verder heb je nauwelijks effect op die beweging. Dus dat betekent dat als je per been kijkt, je over 90 graden ongeveer kracht kan zetten. Dat is ongeveer een kwart van de gehele pedaalslag. Nou, dat is natuurlijk jammer. En door vast te klikken kun je eigenlijk een rondgaande beweging met je been gaan maken, waarbij je ook in die volledige rondgaande beweging kracht kan uitoefenen op het pedaal. Natuurlijk zal het nog steeds zo zijn dat je de meeste kracht uitoefent in gedeelte, maar doordat je bewust met je been een roterende beweging maakt en dus ook aan de achterzijde je been een beetje optilt, merk je toch dat het fietsen daardoor een heel stuk efficiënter gaat. Dus het heeft te maken met efficiëntie, maar mensen die eenmaal met die schoenen aan de pedalen vastklikken gewend zijn, die ervaren het ook als veiliger. Waarom? Nou, om de eenvoudige reden dat je niet meer met je voeten van de pedalen af kan schieten op het moment dat je dat niet wil. Zelf rijd ik veel op de mountainbike, ook af en toe op de racefiets. En ja, in alle verheid, ik moet er niet aan denken dat ik niet vast zou zitten met mijn voeten aan de pedalen. Met mijn schoenen aan de pedalen. Dus ook een stukje veiligheid. Daarbij wil ik dan wel één kanttekening plaatsen. We zien natuurlijk ook mensen die heel erg graag een beetje willen spelen met hun fiets. Een beetje springen, een beetje driften, lekker schuin door de bocht en dat soort dingen. En waarbij ze gewoon heel snel met hun voeten eventjes zichzelf willen op kunnen vangen, zeg maar, op de grond. In zo'n geval kan ik me heel goed voorstellen dat los zitten, dus kiezen voor flat pedals, een bijdrage is in veiligheid. Vaak zie je ook dat dat een beetje naar beneden rijdend gebeurt. Hè? Dus het naar boven fietsen is meer een noodzakelijk kwaad en dan naar beneden toe lekker spelen. Dan heb je niet meer te maken met die krachtsoverbrenging. En dan kan het zijn dat je de voorkeur geeft aan flat pedals. Maar normaal gesproken vastzitten, betere krachtsoverbrenging en betere controle over je fiets en meer veiligheid. Ja, ik heb je uitgelegd waarom je de keuze zou kunnen maken om vast te willen klikken met je schoenen aan de pedalen. Vind je deze video leuk? Klik op like, abonneer op ons kanaal en plaats eventueel vragen en commentaren onder in de comments.